Welkom bij Vallen, Opstaan en Weer Doorgaan. Leuk dat je weer kijkt. Deze maand gaan we het hebben over personeel. En deze week in het bijzonder over het aannemen van personeel. En misschien is het wel het aannemen van je eerste personeelslid. Dat is natuurlijk extra spannend. Nou, ik ga je vertellen waar je op moet letten, wat belangrijk is met personeel. Want het is een verrijking en dat kan betekenen dat je groei krijgt in je bedrijf. Maar het kan ook een risico zijn. Van belang is dat je natuurlijk weet wat je gaat zoeken en waar je gaat zoeken. Nou, wat je gaat zoeken is natuurlijk afhankelijk van wat voor werk je hebt, hoeveel werk je hebt. Is het laag opgeleid, is het hoog opgeleid? Moet het een aanvulling zijn op wat je zelf doet? Of misschien zoek je wel een kopie van jezelf. Nou, dat zou ik vooral niet doen, maar soms kan dat wel eens handig zijn. En waar ga je dan die ideale medewerker zoeken? Nou, in heel veel gevallen is dat iemand uit je directe omgeving. Via van nou, ik zoek zo iemand, weet jij nog iemand? Dat werkt vaak, zeker ook bij de eerste medewerkers, het beste. Maar zelfs ook als je al een groot bedrijf hebt en je wil uitbreiden. Ik heb in ieder geval altijd heel veel aan mijn netwerk gehad. Maar daarnaast heb je natuurlijk geweldige vacaturesites. Kijk maar naar Vacaturebank, Monsterboard. Denk ook aan Stagemotor. Want misschien heb je voldoende aan een stagiaire. En dat is natuurlijk ook iets qua kosten. Je moet goed kijken, wat is je budget? Dus wat heb je ervoor over? Wat kan je leiden? Wat kan het je opbrengen? Dat zijn allemaal dingen die je vooraf goed moet bedenken. Als je dan de juiste persoon denkt te hebben gevonden, je hebt gesprekken gevoerd en nou ja, andere kandidaten helaas afgevallen, ja, dan is het natuurlijk belangrijk dat je gaat kijken hoe lang je zo iemand in dienst gaat nemen. En ja, dan komen toch de contracten, de arbeidscontracten om de hoek kijken. Nou ja, ik zou sowieso altijd een proeftijd opnemen. Dus ja, een contract van minimaal 7 maanden. Ik zou niet gelijk met een vast contract beginnen, maar daarover later in een volgende vlog, daarover nog veel meer. Op het moment dat je een arbeidscontract gaat afsluiten, moet je natuurlijk ook nadenken over arbeidsvoorwaarden. Over pensioen en over het aantal vrije dagen. Nou, er zitten heel veel verplichtingen aan vast die je bijna als ondernemer niet zelf allemaal kan weten. Dus neem daarover contact op met een jurist. Dat kan misschien via je branchevereniging. En anders kijk even ook op internet. Daar staat ook onwijs veel informatie over arbeidsvoorwaarden en ook natuurlijk over arbeidscontracten. Daarnaast is het misschien ook eens handig om te informeren, bijvoorbeeld bij het UWV. Er zijn soms kortingsregelingen op het moment dat je een oudere werknemer in dienst neemt. En ja, vergeet ook niet te kijken of je misschien meer met een ZZP'er kunt samenwerken in plaats dat je echt iemand in loondienst neemt. Want uiteindelijk, ja, een werknemer, op het moment dat hij ziek is, dan kost hij jou wel heel veel geld. Dus nou ja, bezit eeuwige begint, maar ik wens je veel personeel, want het is mij heel goed bevallen. Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op via de website of Twitter of LinkedIn.